selfies. Kijk naar de modder hier. Nee, dit is een andere, want hier zit niet de auto naast ons. Eens kijken. Mijn god zeg. Wat een ding. Nou, de bus zit helemaal vol. We gaan nu weer naar een afleverpunt om de spullen weg te brengen. Dus we houden jullie op de hoogte. Shovels. We zitten hier al in de zone zero. Kijk, hier zijn allemaal bussen met jongeren erin. Die zitten achter in de bak, die gaan ook helpen. Die hebben de deuren open, want we staan echt in de file. En ja jongens, we gaan kijken of we doorheen kunnen komen om de spullen af te leveren. Er lopen hier echt drommen met mensen, jongelui, die allemaal mensen die komen helpen. Dit heeft dus echt helemaal in het water gestaan. Daar vliegt de helikopter. Die gaat denk ik landen daar zo laag als hij gaat. Die is daar aan het kijken. Hierzo lopen ze allemaal met spullen. Wat ze meenemen voor de mensen. En onze bus, kijk, matrassen hebben deze mee. Politie. Welke moet ik nog aan, jongens? Jezus. Hier komen we hier bij de Carrefour. Porsche Centrum. Oh nee, Porcelanos. Dat is helemaal leeg. Het zijn allemaal nog auto's op de parkeerplaats bij de Carrefour. Communicatiecentrum, we hebben de spullen afgeleverd. Ze was echt mega blij. Ik zal een filmpje erbij doen, die is helaas wel recht. Dus ja, je hebt eigenlijk nergens tijd voor om dingen te doen. Mira, estamos aquí. Hemos dejado todo en un palet. Y se puede taparlo. Y aquí está la madre de... ¿Cómo se llama? Dachu. Dachu. Y la ha cogido todo. No, no, eso para la chica, para la reina. Bueno, nosotros vamos a ir ahí para otra vez. Y hasta luego. Dus ik heb jou het adres ingegaan, we gaan weer terug, spullen halen en dan kijken naar de volgende locatie. Het is zo immens groot dat eigenlijk als je hier aankomt, dan zinkt je de moed in de schoenen. Dat is echt niet over waar je kijkt. Over waar je kijkt. Ik kan het gewoon niet voorstellen. Het is echt, moet je eens kijken hoe groot daar, hoor. Het is gewoon een kilometer. Maar ook kilometers mensen die komen helpen, hè? Dus en die spullen meenemen. Dus wij hebben het afgeleverd. We hebben er 2,5 uur over gedaan om 22 kilometer te overbruggen. Nou, het is echt ongelooflijk. Camino is afgesloten. Check de situatie voor je vertrekt. Waar moet ik heen? Ja, dat weet ik dus niet. Ik moet dus
eerst gaan kijken. Kijk, hier op het water gestroomd. Zie je een hele schutting. Gewoon. Verlaag de rotonde naar de CV33 en flauwe bocht linksaf de oprit naar V31 op. Die hebben we gisteren ook gereden. Nee, hier hebben we straks gereden. Ja, maar ook toen gisteren naar huis te gingen. Flauwe bocht linksaf de oprit naar V31 op en volg in op de V31. Het zijn vrachtwagens die gewoon, kijk eens. Wordt gewoon uitgereden naar beneden en dan weggeschoven met shovels. Kijk die dame daar lopen in de modder. Iedereen trekt alles uit. Kijk, daar rijdt de shovel. Nou, wij zijn onderweg naar ons tweede afleverpunt. Om ook weer mensen blij te maken met heel veel eten voor de dieren. Dus jongens, dit is zo immens. Dit is zo... Blijf 6 kilometer doorrijden. Zo omvangrijk. Dat is gewoon eigenlijk met je blote stand. Ja, dit is gewoon eigenlijk met je blote verstand gewoon niet te bevatten. Bergen met afval. Hier loopt een Rambla. Is gewoon overspoeld. Nou, we moeten nog 16 minuten naar het volgende afleveradres in Sweka. Want daar is dus ook overstroming geweest. Er zijn in totaal 37 gebieden overgestroomd. Hier is al wat vies, maar hier is gewoon helemaal niks meer. Hier is niks aan de hand. Is er alles gewoon. Dus we hebben weer een hele bus vol. Die gaan we uitladen. Kijk eens. Dus aquí estamos. Hemos cargado, de descargado todo. Mira, está todo lleno. Está todo lleno. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Yay, we zijn op de camping. We zitten hier gezellig. Het is feestdag. Hey Jurg, en alles goed? Tot op je. En het is vandaag een mooie dag in Loen. Gezellig mee. Zit op het terrasje in Alvira, Jurg. Geniet je van je kopje koffie. Zit helemaal in het zonnetje. Het is allemaal lawaai van motors. Er komen allemaal hondjes voorbij in Loen. En Loen vindt het helemaal niet erg. Er is een kwispel staat te doen, hè. Ja, gewoon kijken. Jongens, we zitten hier gewoon in het zonnetje. Hoe heet zal het zijn, Jurg? Hoe heet zal het zijn? Kijk eens, die zon die schijnt. Het is vandaag druk. Het is markt. Dus het is heel druk op het terras. En we proosten met een... Proost. Zeggen ze. Nou, ik proost gewoon met water. Is toch ook vloeistof? Kijk, hier is een mooi aangeklede oude meneer, oude bejaarde man. Iedereen loopt op zijn zondags hier. Wat zeg je, mop? Ik kan nog een gratis bijbelkussen doen. Oh, een bijbelkussen. Ja. Nou, dat niet. Maar kijk, iedereen loopt op zijn paasbest, noemen ze dat. Paasbest. En kijk eens, korte rokjes. Blote armen, het is bloedgeslagen heet. Nou, we zijn nu in La Nucia. Zijn we op de Rastro, tweedehands markt. Kijk eens wat er allemaal staat. Het is echt mega groot, hè Jurgen? Ja. Hè? Ja, heel groot. Jij hebt al dingetjes gescoord voor Luna, zie ik. Oké.
drinkbakje en een knuffel. Een knuffel? Ja, sorry, zij ging met die kar op mijn hiel. Kijk, hier hebben ze heel veel dingen. Oh. Kijk eens, allemaal een beetje antiekachtige dingetjes. Jeetje. Klokjes. Allemaal dingetjes. Dan moet je beginnen. Wat een werk om het op te ruimen, zeg. Jeetje. Mijn schildpad. Zie ik hier nog iets van mijn gading tussen? Nou, ik denk het niet. Hele aanhanger vol. Grote koperen potten. Luna die wordt altijd helemaal paniekerig als ik wegloop. Hier is allemaal een mooie flessen. Jeetje. Wat een spullen allemaal, hè? Aardig wat in te pakken. Maar die man hier waar ik net in liep, die heeft veel in te pakken, zeg. Het loopt helemaal door, hè? Dus op in La Nucia op zondag, dus mocht je hier in de buurt zijn, dan is dat de Rastro op zondag tot 2:00 middags. Dus we waren nu iets wat later, we gaan hier nog kennissen tegen. Wat is er? Oh ja. Jurgen pakt even Luna op. Er kan een gevaarlijke herder aanlopen. Nee, hè Loen? Helemaal goed, hè, gedragen. Nou, ik denk dat we bijna aan het einde zijn. Dat is een apparaat voor een massage voor de voeten. Kijk eens. En een radiootje aan. Jeetje. Wat een spullen allemaal, zeg. Zo, daar ben ik ook even in beeld. Nou, hier zitten we dus bij een echt Spaans tentje op de Rastro. Jurgen neemt lekker een broodje kip. We hebben een mooi bakje gekocht voor Luna. En een mooi speeltje. Hey Loen, kijk eens. Loenie, kijk eens. Vind je hem leuk? Dat is een goed touw. Ja, hè? Maar het niet, toch? Nee. Gelukkig. Nou, ze gaat keurig op de grond liggen. Luna is mee ook aan het voeren. En dat gaat prima. Je maakt een hond. Ja? Zoveel geleerd. Ze is zoveel honden tegengekomen. Als je kijkt in de rug. Oh, dat is altijd eentje, hè? Die vond ze niet. Kijker is netjes liggen te kijken. En lekkere water in het bakje, hè? Schat? Ja. Nou, en hier zitten we dan. Is echt Spaans. Lekker in het zonnetje. Ik vind wel dat jij nieuwe schoenen nodig hebt. Als jij schoenen kijkt. Wat dan? Die moet ik wassen. Zonder je afgelopen wandelschoentjes. Nee hoor, helemaal niet. Als ik die was, zijn ze gewoon weer helemaal spierwit. Okay. Dat komt van het stof. Ja. Dus die zal ik even... Dat zie je natuurlijk ook alles. Ik hou van wit, dat weet je. Het is in ieder geval een gezellige dag vandaag, toch schat? Prachtig weer ook. Zijn we wel een beetje verbrand, denk ik? Ja? Nee, toch? Nou, ik ben dus even de vlog in elkaar aan het zetten. En als je het ook ziet, het is echt verschrikkelijk. En ik heb natuurlijk meerdere malen contact gehad en filmpjes nog gekregen. En live beelden, hoe noem je dat? Gefacetimed. En dan denk je wel van, het is op beeld heftig. Dat zei Lisa ook al, van als je het op beeld ziet is het echt heftig. Maar als je er bent, dan is het echt nog heftiger hoe het er allemaal uitziet. Dan kan je ook de dingen natuurlijk veel beter zien dan op een filmpje. En eerst hadden we zoiets van, nou ja, moeten we dat allemaal wel laten zien, hè? Maar aan de andere kant, het is zo imposant eigenlijk om te zien. En om mensen bewust van te maken wat er nou daadwerkelijk echt is gebeurd en hoe het er echt uitziet. Dat je niet dus alleen maar de dingen op het nieuws en op beeld en foto's allemaal ziet. Maar dat je gewoon eens ziet hoe het echt daar is als je er doorheen rijdt. Dus toen zeiden we van, nou, we doen het toch
filmen en we doen het toch laten zien. Want er zijn ook een hele hoop mensen die dat dus willen zien. Nou was het al de bedoeling dat Jurgen en Elisa naar Spanje zouden gaan. 2 weekjes, dus dat hadden ze al geboekt of gepland. Dus, en toen kwam dit natuurlijk. Dus toen zeiden ze van, nou ja, als we dan toch heen gaan, dan gaan we een donatieactie doen. Dan gaan we, kunnen we geld inzamelen, dan kunnen we daar eten verzorgen. En toen op een gegeven moment toen had ze meer contact met mensen daar. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, ze zeggen dus niet alleen maar eten, maar ze hebben scheppen nodig, ze hebben laarzen nodig, ze hebben bezems nodig. Nou, ze hebben eigenlijk zoveel meer wat ze nog nodig hebben dan alleen maar voedsel voor bijvoorbeeld de dieren. Dus vandaar dat ze ook met een bus vol, want dat was eigenlijk dus ook nog een dingetje van, gaan ze met voer vanuit Nederland naar Spanje rijden of halen ze dat daar? Nou, toen uiteindelijk hebben ze gezegd van, weet je, we wachten gewoon nog even met het geld uitgeven, dan gaan we naar Spanje toe en dan gaan we daar eens even goed kijken en luisteren naar wat iedereen allemaal zegt, wat ze allemaal nodig hebben en dan echt op de behoeftes inspelen. Dus dat hebben ze ook gedaan en ze hebben nou meerdere malen, echt meerdere dagen ook eten en spullen allemaal opgehaald en weggebracht. Dus ik zal daar nog even een paar foto's van in beeld doen van hoe dat er allemaal uitziet en wat ze dan allemaal hebben gebracht. En je zag dus ook al een aantal keer dat de bus goed vol zat met allemaal spullen. Korsimba in één keer. En niet iedereen die wilde natuurlijk op beeld. Dus dat is ook iets waar we de vorige vlog een beetje mee zaten. Dat mensen zeiden van ja, nee, je hoeft er niet zo nodig op beeld. Maar wel foto's gescoord. Nog van de keren daarna dat er eten is weggebracht en andere hulpmiddelen. Dus daar zal ik even de foto's van nog in beeld plaatsen. Zelfs iemand die heeft het op de rescue pagina gezet. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dus en verder is het echt verschrikkelijk. Nou ja, ik zal het herhalen, maar dat weten jullie waarschijnlijk zelf ook al, want dat hebben jullie ook gezien. Dus, en ik kreeg vorige keer commentaar dat ik zei van, vonden jullie deze vlog leuk? Nou, dat bedoelde ik niet zo, maar vonden jullie dit nou een interessante vlog? Een goede vlog om ook eens meer inkijk te krijgen dan in hoe het er allemaal daar aan toe gaat. Ook dus om te zien dat er echt bussen vol met spullen, met door middel van het donatiegeld natuurlijk, zijn weggebracht, zijn afgegeven. En dat de mensen daar echt heel erg dankbaar voor zijn. Dus ook namens hen moesten we jullie dan even bedanken. Ik hoop in ieder geval dat het snel wordt opgelost allemaal. Dat zal wel niet, want het is echt bergen met werk wat er allemaal verzet moet worden. En er is nu nog dus een andere Dana geweest. Er is echt zoveel schade, dat is echt immens. Maar gelukkig hebben ze ook nog even een leuke avond gehad op de camping. En ook nog leuke dingen gedaan, zoals de markt. En hebben ze kunnen genieten van de zonnestralen. Hier zal ik jullie niet te veel bemoeien met het dagelijkse leven. Want ik dacht, dit is misschien nu even belangrijker. En nou ja, ik wil niet zeggen leuker, maar interessanter om te zien dan de kledingverkoop, dan het koken van eten, dan het rijden naar Maarsen, dan het wandelen met Wap. Dus we dachten, we doen het even zo. Dus ik hoop dat jullie het niet boos zijn. We zijn geen ramptoeristen. Het is niet dat Jurgen en Elisa daarheen zijn gegaan om dat te filmen. Want ze gingen dus al naar Spanje toe. Daarom hebben ze ook nog allemaal leuke dingen gedaan. En zijn ze daar. Het was zelfs eerst nog de vraag of ze überhaupt wel konden gaan. Natuurlijk in verband met alle regenval en alle drama die daar is gebeurd. Dus misschien moesten ze het zelfs nog wel cancelen. Maar ze hebben het gecombineerd. Dus met de donatieactie. Dus het is geen ramptoerisme. We zijn niet erheen gegaan. Of we tijdens met de vlog bedoel ik dan. Maar zij zijn niet erheen gegaan. Dus om alleen maar sensatie te zoeken. Dat dus ook duidelijk is voor de mensen die dat denken. Dus heb ik toch even gezegd. Ik hoop dat jullie even een duimpje omhoog doen voor de goede daad. En voor de informatie en de video's en beelden die jullie hebben gezien. En dan hoop ik dat jullie volgende week weer kijken naar een nieuwe vlog. En dan hoop ik dat die wat leuker en gezelliger is. Dat we weer een beetje positiviteit krijgen hier op ons kanaal. Duimpjes omhoog alstublieft. En tot de volgende keer. Doedels!